Ja, Enzo, je hoopt natuurlijk op meer tijdens deze Airborne wedstrijd. Je speelt 1-1. Hoe kijk jij terug naar deze pot? Ja, wel met een vervelend gevoel. Want het is een speciale wedstrijd. En ja, deze moeten wij gewoon winnen. Niet alleen voor de fans en voor de veteranen hier, maar ook met alle respect thuis tegen Volendam moet je hier gewoon 3 punten pakken. Ja, je zegt veteranen die hier aanwezig zijn, er hing een speciale sfeer. Voelde jij daar wat van op het veld? Hoe heb jij het vandaag aan het begin van de wedstrijd ervaren? Ja, de ambiance was fantastisch. Ook de sfeeractie was ik echt wel van onder de indruk. En dan heb je gewoon zin om te gaan vlammen. En ik denk dat we de eerste helft niet echt hebben gevlamd. Ja, je zegt het zelf, de eerste helft niet gevlamd, maar de tweede helft kom je wel echt uit de startblokken. Je scoort de 1-1. Ja. Maar ik had het gevoel dat we daarna ook weer wat wegzakten. Weet je waar dat aan ligt? Ja, ik weet niet precies waar het aan ligt. Anders had ik het in de wedstrijd wel aangepast. Maar we hadden natuurlijk na rust gingen we iets anders spelen. En dat pakte op zich goed uit. Ik denk dat we de tweede helft zeker beter waren. Aan de bal ook Volendam continu onder druk hebben gezet. Maar ja, inderdaad, toch nog te weinig gecreëerd. Ja, je creëert dan net iets te weinig, maar had je wel het gevoel dat er meer in zat, dat de winst erin zat? Ja, natuurlijk. Ik had eerder het gevoel dat wij nog gingen scoren als dat Volendam ging scoren. Ja, de interlandbreek komt er nu aan. Komt dat op een goed moment of juist op een slecht moment? Hoe zie jij dit? Voor mij maakt het persoonlijk niet heel veel uit. Ik vind het meer jammer dat we nu niet met een goed resultaat de interlandbreek ingaan. Dankjewel.